doen voor de foto hoor, anders gaat hij te snel. Je moet even kijken. Handtekening, hè? Hele mooie. We staan hier bij het stadhuis. Mijn naam is Laurens van der Zee, oud-stadsdichter. En dat is Annie van Gansenwinkel, schrijver en dichter. Samen zijn wij, samen met Martijn Adelmunt, vormen wij het groepje Schrijversharten. En wij zitten in allerlei publieksactiviteiten die in Wageningen op het gebied van taal plaatsvinden of door ons worden georganiseerd. En we staan hier bij de oude Dodge, helemaal uit Amerika gekomen. En hij is van 1942. Het volgende gedicht is een gedicht dat heb ik opgedragen aan Wageningen. En het heet De wereld in een fietstas. Aan de zoom speelt het wolkenkrabber. Staat op zijn tenen. Vraagt de hemel deemoedig, mag ik meedoen? In de hoofdstraat meet het zich confectie aan. Alles mag hier, behalve uitspatten in luxe. Spreidt zijn armen voor wie van ver, ontheemt, ontaart, ontwortelt, verzamelt nationaliteiten en komt trots tellen tot zo'n 150. Nou, voor jullie staat een hele trotse en dankbare wethouder. Weet jullie wat een wethouder is of niet? Johanna! Ja, dat klopt. Hulpje van de burgemeester, heel goed, dat ben ik. En ik ben de wethouder van cultuur. En ik ben heel blij en trots vandaag dat ik het cultuurpark en de kindercultuurzomer mag openen. Hebben we gewoon staan hameren en schroeven en allemaal gewoon dingen in elkaar gezet zodat alles geluid maakt. Kom maar. Oké, weten we allemaal nog wat we gaan doen? Ja! Eerste! Woensdag 2 september werden de Airborne-herdenkingen officieel geopend door de burgemeesters van de 4 Airborne-gemeenten. Dit vond plaats bij het Airborne-museum in Oosterbeek. Dit jaar herdenken we 75 jaar vrijheid op een ingetogen manier vanwege de coronapandemie. De herdenkingen vinden plaats, maar in aangepaste vorm en op uitnodiging. Herdenken doen we. We hebben de veteranen sowieso al laten weten dat we blijven herdenken. We will always remember. Ja. En dat wordt zeer gewaardeerd. Ze hebben recentelijk een brief gehad vanuit de stichting en ook vanuit de gemeente. Om aan te geven dat wat er ook gebeurt, we blijven herdenken. En we blijven er alles aan doen om te zorgen dat ze er virtueel toch in ieder geval bij kunnen zijn. Lupine wordt geteeld in Wageningen, Driel en Randwijk. Maar wie weet dat? En wat kun je met die lupine? Waarschijnlijk denk je bij het woord meteen aan die mooie plant met die prachtige bloemen. En helemaal fout is dat niet. Deze witte lupinesoort is alleen net even anders. Deze kun je eten en blijkt enorm voedzaam. Lupine is een gewas boordevol eiwitten dat goed in Nederland geteeld kan worden. En goed voor de bodem en biodiversiteit. Nee, lekker. Nou, als ik deze in de winkel zou eten, dan zou ik zeggen, oké. Ja. Maar de koffie, helemaal goed. Ja, zeker. Monique, jij weet alles van de lupine. Toen ik las over de lupine, moest ik denken aan die mooie plant die ik zelf ook in de voortuin heb staan. En toen dacht ik, shit, kun je die eten? Ja. Want het is dezelfde plant, hè? Ja, je hebt wel veel verschillende soorten lupine, maar tot een half jaar geleden wist ik ook niet anders dat lupine gewoon een hele mooie bloem is. Ja. Maar toen ik
teler André leerde kennen, André Jurrius van Ecoboerderij De Lingenhof, kwam ik erachter, hey, het is een boon en ook nog eens een keer een hele eiwitrijke boon die je kan eten. Goedemiddag. Namens Renkum Leeft heet ik u welkom bij deze korte herdenkingsceremonie. Hoe anders zal het op deze dag in 1944 geweest zijn. Het luchtruim gevuld met het motorgeronk van Dakota's, met parachutisten en zweefvliegtuigen. Jaarlijks staan wij hierbij stil en maken droppingen deel uit van ons herdenkingsprogramma. De zaal 1940-1945 in het museum. Ik zie nog een hoop dingen die er al waren, maar er zijn ook een aantal nieuwe dingen bijgekomen. Jazeker, de zaal bestond eigenlijk al, maar na 10 jaar verandert er wel veel, ook in wat het publiek wenst. En een aantal informatie wil je meer gaan geven op een bepaalde manier. Dus we hebben een oplossing voor gevonden en dat is allemaal toegevoegd. En een verhalenreeks komt daar, wordt daar omheen
gedaan. Dus extra aandacht. Ja. Meer voor, ja. Net zoals alle andere dingen passen wij dan in dat programma. Gaan we dat allemaal met elkaar nog een keer onder de aandacht brengen. Nou, laten we hopen dat volgend jaar coronavirus onder de duim is. Dat het dan ja, kan. Dat hopen we, zeker. Ja. Maar mensen kunnen nu in ieder geval alvast komen ja, om deze zaal. Ja, kunnen gewoon kijken, alles is te zien. Ja, open ja, met de coronamaatregelen uiteraard. Ja. Ja. I would like to present you this to be an inspiration for this idea in the start last year when we were in the cemetery. Oh yeah. Dit is de barret van Charlie die je nou op hebt? Ja. Ja? En die heb je vorig jaar gekregen? Ja. Zo. En die ga jij voortaan denk ik wel dragen nou tijdens de herdenking, of niet? Ja. Ja. En, er is nu door de Arnhem Riders is er zoveel geld opgehaald. Door inzamelingsacties, door de baard afknippen van allerlei dingen. Ze hebben voor nu de aankomende jaren hebben ze voldoende geld om ieder jaar een nieuwe speld uit te brengen. En die krijgt dan ook weer een jaartal, plus dat het design iets veranderd wordt. Zo kunnen de kinderen iedere keer die op de begraafplaats zijn geweest, die de bloemen hebben gelegd, bedankt worden. En daarmee nemen ze ook de traditie over van de oude Arnhem-veteranen die vroeger, want dat weet Hans, dat weet jij als bloemenkind, na de herdenking dan ging je naar de veteranen en dan speldjes halen. Ja, 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 maar dat was ook bij de Airborne Mandeltocht en ook bij de Vierdaagse vroeger. Ja. Werden inderdaad door de soldaten snoepjes werden er uitgedeeld en speldjes. En wanneer is dat eigenlijk opgehouden? Nou, dat is dat eigenlijk niet echt opgehouden, maar ja, dus het aantal veteranen neemt dusdanig af. Ja. Dat het automatisch minder wordt. Kan niet meer, hè? Nee.
Good morning, ladies and gentlemen, or good afternoon. Good morning. Welcome to this remembrance held here in Oosterbeek by the Royal British Legion Holland Branch. Because of the health situations, we are having to record this in advance, and then it will be sent out. It's being set out now. Let us give thanks for the heroism and courage of those who served in the armed forces. Those who worked on the home front in civil defence, hospitals, relief agencies, in factories, shops and farms, and let us pray for those who endured captivity, torture and death, that we might be free. And we are met together this day to give thanks for them all. Let us pray. Let us commemorate and commend to the loving mercy of our Heavenly Father, the Shepherd of our souls, the Giver of life everlasting, those who have died in the service of our country and its cause. Jullie staan hier vanavond voor een in het oranje verlicht deel van het gemeentehuis. Orange the World is het vandaag. Kunnen jullie uitleggen wat het betekent? Ja. Orange the World is een campagne gestart door de Verenigde Naties. En die is gestart om aandacht te vragen tegen geweld tegen vrouwen. En de kleur oranje is gekozen omdat het staat voor de dageraad. Dus een nieuwe toekomst, een nieuw begin. Oké. Ja. Ja, dat wou ik je inderdaad net vragen. Het is dus niet iets Nederlands. Dat denk je natuurlijk heel gauw aan bij de kleur oranje. Hè? Ja. Dat is bijna niet te missen. Ja, wij zijn lid van de Zorg op de Missenclub Wageningen. Mm-hmm. En wij hebben deze campagne geadopteerd. Mm-hmm. Omdat wij een serviceclub zijn van vakvrouwen, van professionele vrouwen. Mm-hmm. En wij zetten ons sowieso in voor de positieverbetering van jonge meisjes en vrouwen. Nou, en wij vinden dit een heel erg belangrijk onderdeel om vrij en geweldloos te kunnen leven, om dit te steunen. Ja. Lerares. Vandaag op de kop af? Nee, het was eigenlijk in de zomervakantie. Maar dan is iedereen zomervakantie aan het vieren natuurlijk. Ja. Ja. Je had al een hele leuke ochtend. Mooie muts hebben ze voor je gemaakt. Daar ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers op, moet ik zeggen. Ja, hij is mooi. Ja. Wij maken voor alle jaren kleuters altijd een muts, een beetje in deze stijl. We zouden al zitten rekenen van hoeveel mutsen zijn dat in de afgelopen 40 jaar geweest. Maar we dachten toch wel minstens 1000.
Food of Cultures in Wageningen, heeft samen met de Chip Shop deze kerst tablets uitgedeeld aan gezinnen met kinderen die in een financieel lastige positie zitten. En werkt daarmee samen met Solides en de Voedselbank. Ik ben Irini van Solides en ik ben hartstikke blij met het geweldig initiatief van Food of Cultures om tablets uit te delen aan gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en die een beetje moeilijke tijd wil maken. Het is een superleuke samenwerking tussen Food of Cultures en Masoud van de Chip Shop die de tablets levert, de Wageningse uitdaging en Solides en de Voedselbank die de tablets verspreiden bij de gezinnen, of de gezinnen hebben aangeleverd. En we zijn vanochtend lekker aan de slag, het is fris. Het is nog vroeg, veel mensen slapen nog en die bellen we dan uit bed met een geweldige verrassing. En het is hartstikke leuk om te doen. En mogen jullie allebei hiermee spelen straks en leren. Kijk maar, even wachten. Mag ik even kijken? Je mag hem wel uitpakken als je wilt, zeker. Moeten wij even naar de huiskamer. Moet je even naar de huiskamer? Ja. Is het? Oh, heb je erbij? Ja. Goed. Hé, hey, super bedankt. Oké. Okay, zijn we op de foto of niet? Staan we op de foto? Hé, hey, doei hè. Goeie kerst weer hè, allemaal. Zeg maar, en dankjewel zeg maar. Dankjewel. Dankjewel hè. Nu is hij weg. Ja, uit weer, ja. Moet jij... papa! Ja, papa! Hallo. Komt hij terug of moet ik helpen? Hartstikke goed. Nou, alsjeblieft. Heel veel plezier. Zitten wat instructies zitten aan de binnenkant hoe je dat kan installeren. Oké, okay, jullie heel veel plezier ermee hè? Ja, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Het is een cadeautje. Ik weet het al. Je weet het al? Ik heb het een beetje verteld. Oh! Ik zei, misschien komen ze wel aan de deur. Ja! Nou. En wij zitten nu in quarantaine. Oma, mijn oma... Pak het maar aan. Wacht even, ik wil hier een fotootje maken, ja? Oké. Okay, kijk maar naar die meneer. Het is goed. Oh. Later. Hi.